Ja, paddelen is gewoon dat je moet er echt voor trainen. En het is ook best wel moeilijk. Je kan het niet zomaar in 1, 2, 3 doen. Dus het is toch echt een sport. En je moet er ook conditie voor hebben om alles achter elkaar te doen. En dat soort dingen. Het is eigenlijk net zoals voetbal. Je moet ook rennen en doen en springen en dansen. Paaldansen wordt vaak gezien als sexy. Serena krijgt soms ook negatieve reacties. Ja, ik heb soms wel opmerkingen gekregen dat ik paaldans en dat ik dan meteen een beetje een sletje ben of zo. Maar ja, zelf proberen zien ze echt dat het een sport is. Van plaats iets erotisch. Er is ook een reden dat paaldansers zo weinig kleren aan hebben. Want je hebt zeg maar je huid nodig om in de paal te blijven hangen. Dus als je zeg maar helemaal in een legging bent en dan glij je gewoon naar beneden en dat heeft niet zoveel zin. Volgende week zondag is het NK en ze denkt een goede kans te maken door de steun van haar familie. Mijn ouders zijn erg trots. Ik heb ook een paal in mijn woonkamer. Want eerst vonden ze dat een beetje irritant dat die er stond, maar nu is het gewoon wennen. En ze komen ook allemaal kijken zondag. Dus dat is leuk.